Peter Paul, Andrew Paul, Reyes, Faustino, G.R. Gunsven. Hier had ik tussen kunnen staan. Hadden er al meer tussen kunnen staan. Vier Limburgers, maar gelukkig sta ik er niet voor. Unieke situaties. En niet alledaagse beelden. U ziet het in Niveau TV Magazine. Idee op 10 september om 5 uur 's middags? Waarschijnlijk niet. Nou, ik wel. Ik was namelijk hier. Ik reed op dezezelfde weg waar ik 10 jaar geleden ook gereden heb. En dat is de weg van Newark Airport naar New York. We zouden daar een uitzending gaan doen voor Niveau TV Magazine Avant la Lettre. De allereerste proefuitzending. En die zou starten op de Twin Towers. De Twin Towers die je van hieruit heel mooi in de avond of in het namiddaglicht zou kunnen zien. Dan zag je tussen de bomen door, zoals je ziet nu, New York City liggen. Manhattan met twee roesachtige benen uitstekend boven deze lady. Oftewel New York City, de Big Apple. We zijn terug. 10 jaar later. En we gaan eens kijken wat er van deze stad geworden is. Welkom in deze uitzending van Niveau TV Magazine. Ja, het zijn allemaal de shots toen. Als je er nou uitraakt, dan zag je toen. Dus ik probeer dat shotje nou over te maken. Zag je die Twin Towers er bovenaan steken. De keer dat ik hier gegeten heb is 10 jaar geleden. Precies 10 jaar geleden vandaag, op 11 september 2001. Toen ik hier naar buiten liep, wist ik niet dat ik getuige zou zijn van een stukje wereldgeschiedenis. De oorsprong lag natuurlijk in het feit dat de Sovjet-Unie in de jaren 90 uit elkaar is gevallen en de Amerikaanse invloed steeds groter werd in het Midden-Oosten. Daar was niet iedereen van gediend, zeker niet alle islamisten, en besloten dan ook om Amerika in het hart te treffen, in een commerciële hart te treffen. En waar doe je dat beter als hier in hartje New York, waar ik hier sta op de avenue, oftewel de Avenue of the Americans. Thank goodness there was a helicopter that just flew by. I'm just a little nervous right now when you hear aircraft go past, but they have in fact evacuated that portion of the building. Usually they have sirens that go off in the building alerting you to the fact that it's time to get out. I haven't heard those yet. En hier zie je dus heel duidelijk dezelfde plek met de Twin Tower echt hevig brandend op de achtergrond.
ziet, die emoties die waren enorm. Maar ja, ik moest verder, dus ik heb verder gelopen tot aan Washington Square, waar ik de brandende toren achter de Triomfboog fotografeer. Vandaag ben ik hier weer en maak opnieuw een foto. Het verschil is dat ik nu een afdruk van mijn foto van 10 jaar geleden voor me houd in beeld, zodat het beeld van vroeger als het ware samensmelt met het beeld van nu. Dear photography noemen ze dat, en volgens dat principe ben ik hier in New York deze dagen aan het werk. Geleden, ik loop even uit de lawaai van de ijskraam die hier staat, zag het hier anders uit. Toen zag je onder die poort door heel mooi die toren in brand staan. Nou ja, heel mooi, u weet wel wat ik bedoel. Vandaag de dag is New York weer bezig met haar nieuwe toekomst. En dat zie je in de bouw van de nieuwe toren, daarachter, op de plaats van de bouw. René Clement is een fotograaf die al 15 jaar hier in New York woont en oorspronkelijk uit Landgraaf komt. En die hier een eigen kant gaat uitbrengen ter gelegenheid van 9/11. De Scar Tissue, de krant die uitbrengt, is weliswaar al gedrukt, maar toch moet hij nog één foto maken voor de Belgische uitgave. Want er wordt ook uitgegeven door De Tijd en het Nederlandse dagblad Trouw. Korrel heeft hij. Ja, maar het begint nu af en toe moeilijk te krijgen om te kopen. Ja, dat en als is, is echt een nostalgie bijna. En als hij binnenkomt, dan zijn er mensen die een bulk inkopen. En dan is het meteen helemaal weg. Het eerste exemplaar, of hoe moet ik het zien? Ja, zoiets. Net gedrukt. Ja. Toen ik je belde, zat je bij de drukker. Ja. Wat bedoel je met scar tissue? Dat zijn de littekens die een stad heeft. Of je bent geheeld. Ja. Dus je hebt het overleefd en je hebt geen zielswonden. Of je hebt er iets van overgehouden en je loopt met een litteken rond van 9/11. Wat ik vroeger altijd heel leuk vond hier, dus was het perspectief. En als je een vliegtuig over de stad zag gaan, je vloog bijna door een gebouw heen, dacht ik altijd. Ja, en dat vond ik altijd heel erg grappig, maar na 9/11 vond ik het wel minder grappig. Dus ik heb nog steeds, niet altijd of zo, maar als ik toen kijk, dan denk ik, hey, het ziet er allemaal zo groot uit en het gaat daar helemaal door het, lijkt wel of het door het gebouw. Dan ga ik altijd even kijken of het aan de andere kant weer tevoorschijn komt. We gaan jou helpen je kranten verspreiden, want dat zijn welke oplagen? 10.000. Oeh. Oscar Henket, een jonge ondernemer die toch al een jaar of 15 hier in New York het ene hotel en restaurant naar het andere bouwt, herbouwt of opent. We gaan eens vragen wat hij vindt wat er met New York gebeurd is. Dat is het instorten van de tweede toren. Ongelooflijk. Zet zuur en denk ze alsof het gisteren gebeurd is. Ja, die was hij in New York, hè? Ik wou hij, maar ik lag wel een half in bed, ja, maar ik wou hij. En zeker nu dit weekend zal het de middelpunt van Amerika zien en alle Amerikanen zich New Yorkers zullen voelen dit weekend. New Yorkers sowieso, het zien trotse vechters New Yorkers. Hè. Die zien trots op wat ze hebben en wat ze hebben opgebouwd en daar mogen ze ook trots op zien. Ik denk, ik ben daar zelf onderdeel van. Ik denk dat ik zelf ook in New Yorker ben geboren, het loop van de laatste paar jaar. Maar er is trots op wat ze opbouwen zijn, daar moet er geen aankomen. Trade Center was always the focus, you know. You always knew when you jumped up from the subway, you knew where you were. Powerful personality. If someone attacked your major country,
Yeah. You get stronger out of it? I think much stronger. It's like, what does it say? Hemingway said that when you hurt your arm, if I break your arm, yeah, when it heals, it's stronger. Okay. Afgesloten gedeelte. Want dit was eigenlijk rechtstreeks wat naar de toren leidde, vanaf dit punt. Dit was de aanvoerroute van de ambulances. Dus die mensen moesten steeds aan de kant. En dan zie je ook, de een naar de ander die kwam hier naar binnen gereden. Er was helemaal gevuld met ambulances, dat zie je op de foto's. En alles wat er op de achtergrond lag, dat was eigenlijk heel onrealistisch. Dat leek eigenlijk meer een zwarte wolk waar een straal zon doorheen kwam. Wat je hier nou ziet, dat is de andere kant opgedraaid. Dan komt er op een gegeven moment een politieman en die zegt, adem de building, adem de building. Ja, dat. Nergens, daar staan wij dus niet. Terug. Hoppa. Jantje. Poeh. Zag er anders uit toen, hoor. We staan hier dus bij de drukkerij, waar René zijn krant heeft laten drukken. Nou moeten we nog New York zien in te krijgen, want het probleem is, op een half uur is het 9-11. En er zijn echt nooit meer veiligheidsmaatregelen geweest de laatste 10 jaar als nu. En hij moet met een gehuurde truck binnen het afgezette gebied. Dus dat gaan we wel wat geven. Want hij heeft besloten om die krant te distribueren bij de metrostations rond Ground Zero. Dus ik ben benieuwd hoe dit gaat aflopen. If you learn, don't say too. That's not true. You are the famous street teacher. Yes. More safety is one thing, but to be more polite to other countries, to recognize religion. When before it was like an attitude, American attitude. And I tell some people, we are all connected on this little marble. So at the end, they learn something. Yes. Nu precies 10 jaar geleden vloog op dit moment het eerste vliegtuig in de eerste toren van de Twins. Het heeft mijn leven veranderd, het heeft grote invloed gehad op alles wat ik doe en gedaan heb. Niet alleen bij mij, ook op alle New Yorkers. Het heeft eigenlijk de hele wereld een beetje veranderd. Maar ook het leven van René Clément. Hij heeft de instorting net niet gezien, maar hij woont hier. Hij heeft zijn eigen krant uitgegeven, nu ter gelegenheid van het 9-11. Hij staat hem hier achter zelf uit te delen. Ik ga hem daar nu nog verder mee helpen deze dag, want het was een mooi project. New York is veranderd in positieve zin. Ik hoop dat u er wat mee gedaan heeft. New York heeft er in ieder geval wat mee gedaan. Die hebben er wat van geleerd. Ik vond het fijn om hier toch weer terug te zijn. Ik wil zeggen, bedankt voor het kijken naar deze speciale uitzending van Ivo TV Magazine. Vanuit hartje New York, vanaf het World Trade Center, vanaf het hart van Amerika.